Peking Express Race zit in een nieuwe tweede fase. Go. Meer dan 5000 kilometer zijn al afgelegd in het spoor van de Trans-Siberische Express. Dat loopt van Moskou helemaal naar Peking. Deze zevende etappe gaat van Irkoetsk naar Ulan-Ude rond het Baikalmeer. En voor het eerst wordt er niet alleen voor punten gestreden. In deze amulet-etappe zijn er bij de proef en aan de finish ook extra amuletten ter waarde van 10.000 euro elk te winnen. Welke duo's blijven in de race voor de overwinning en maken kans om hun amuletten in te ruilen voor telkens 10.000 euro? In de vorige etappe werd beslist welke vier duo's toegang krijgen tot de tweede fase van Peking Express. Voor de zusjes Sanne en Lotte is het al bij de start afgelopen. Sanne is te ziek en ze moeten de race staken. Godverdomme! Hey! De afvallingsstrijd gaat tussen Bart en Fleur en de immer gedreven Reinier en Klarinka. Voor hen ziet het er goed uit wanneer ze mogen deelnemen aan de proef. Maar ze verliezen en bovendien bieden Bart en Fleur het meest voor een vlag waarmee je de concurrentie kan afstoppen. Ja, Reinier en Klarinka dan natuurlijk. Maar Reinier laat zich niet kisten en regelt diezelfde nacht nog een lift, zodat hij en Klarinka heel de race naar de finish voor hun concurrenten kunnen blijven. Wait. Dit is een heel goed gevoel. En daarom moeten ook Bart en Fleur de race verlaten. Dit is het ultieme avontuur. 8 koppels met maar één doel. Met 2 euro per dag zo snel mogelijk liften. Van Moskou naar Peking. Come on, drive, klootzak! Ze weten niet waar ze terecht zullen komen. Aan welke gevaren ze blootstaan. Don't give me that fucking bullshit, stel het niet achter. En hoe dit avontuur hun leven zal veranderen. Goedemorgen, iedereen. Welkom bij de tweede fase van Peking Express. En het wordt harder, want er valt geen treinrit meer te winnen, maar wel amuletten ter waarde van 10.000 euro elk. Je kan er één verdienen bij de proef, ook één bij de etappe. En ook de puntentelling wordt harder. We beginnen met 8 punten, dan gaan we naar 6, 4 en 2 voor de laatste. De zevende etappe. Gaan we van Irkoetsk naar Ulan-Ude. Maar jullie moeten eerst zo snel mogelijk naar het Baikalmeer. De twee duo's die het pont naar het eiland Olgon op het Baikalmeer als eerste bereiken, mogen daar deelnemen aan de proef en maken kans op de extra amulet. Het is een korte etappe, maar ook een hele mooie etappe. En om er wat extra van te genieten, hebben we voor elk duo een flesje vodka en wat caviar. Want dit wordt jullie afscheid van Rusland. Het beste is om sowieso even verderop te gaan staan. Dat als zij eruit komen, dat ze ons niet onmiddellijk zien. We lopen gewoon even door, hè? Zullen we rennen of niet? Ja, een klein stukje is wel lekker. De duo's mogen in volgorde van hun stand in de rangschikking met 5 minuten verschil vertrekken. Verder nog? Oké. Elias gaat er als een speer vandoor, want hij is woedend op Reinier. Ik wil gewoon winnen van hem. Ik wil hem verslaan. Ik wil hem verpletteren. Ja, ik wou hier naar het grootste prijspunt. Reinier zou de vorige dag bij het afscheid van de zusjes en Bart en Fleur weer gespot hebben met de tranen van Elias. Elias heeft opgevangen dat ik een liedje zong, Crying Over Me, wat hij verkeerd heeft geïnterpreteerd. Dit is iets wat zoiets kleins is. Hij wist dat hij me ermee had, hij wist dat hij me ermee pakte, hij wist dat ik het niet wilde hebben. Ik durf het gewoon hardop te zeggen, Reinier is een klootzak die gebruikt waar mensen zwakke punten zitten. Ja, oké, maar dat doet hij ook goed dan. Ja. Dan geef ik hem na. Hij heeft me gekregen waar hij me hebben wilde. Maar vanaf nu af aan gaat dat niet meer lukken. Nee, goed zo. Als er weer een koppel uitgaat, of wij het nou zijn of wie dan ook, dan zal hij weer geen emotie tonen. Waarom niet? Hij heeft geen band. Hij staat volledig geïsoleerd van alle andere deelnemers van de Peking Express. Yes. Maar daarin vergist Elias zich. Hans vindt dat Elias overdrijft. Als het zo is dat Reinier Elias uitdaagt, dan vind ik dat heel jammer. Maar ik had echt de indruk gisteren na de ranking
dat er niets gebeurd was. Alleen op zo'n moment kan ik niet rationeel denken. Nee. En dan heb ik gewoon zoiets... Denk gewoon sowieso bij jezelf. Yes. Hij is de zielige. Geef mij de rugzak. Hey, laat maar even. Ja, dan. Op een bepaald moment voelt je mee en ik zei ook van, verdikke Ilias. Hij heeft het wel niet gehoord, maar ik zei van, Ilias is in een stoker. Allee, ja, dat ik zo het gevoel heb dat hij soms de hele groep opzet tegen Renier. Na ons komen de tweeling. De tweeling en dan komt hij. Oké, dan komt hij. Hij. Ik wil zijn naam nog ineens meer uitspreken. Nee. Is hij. Oké, ja? Oké. Ja, spasiba. Spasiba. Hans heeft besloten het isolement van Renier en Klarinka te doorbreken. Jeske en Ilias liepen naar buiten omdat ze niet echt wilden samenzitten met Renier en Klarinka. De broers zijn gevolgd en Rani eigenlijk ook. En ik bleef daarover zitten en ik had echt voor één keer geen zin om te volgen. Ik had zoiets van, kom aan, als het zo is dat er hier zo'n ambetant trek is, dan nog altijd die Klarinka niet. Ik denk dat dat meisje er erg van afziet en die verdienen dat ook niet. Dus ik zat daarmee samen en ik heb die op dat moment ook eerlijk gezegd wat er gebeurd is. Ja, Hans die uitte dat hij zich ontzettend irriteerde aan Elias. En toen kwam ook het verhaal dat er al in een heel vroeg stadium door Elias een... Ja, complot, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar een plan was gesmeed om ons zwart te maken binnen de groep en ons zo snel mogelijk uit te drukken. Wij zijn ons echt gewoon voor geen kwaad bewust. Dan krijg je dit. Ik vind het echt ongelooflijk. Elias is de aanstichter van alle onrust. We waren één groep en hij is degene geweest die deze groep heeft tegen ons gekeerd. Het blijken toch echt mensen te zijn met een hele dubbele agenda, of hoe zeg je dat? Verborgen agenda. Elias gedacht om alle amuletten in te pikken door het slijmerig verhaaltje naar de andere. Ja, het punt is dat hij het zo sluw speelt dat niemand het door heeft, hè? Nou, niemand ik had het wel door, hoor. Ja, oké, okay, maar de andere teams dus niet. Zoek het maar uit, hè. Goed, madame, oké. Vanuit Irkoetsk is het 220 kilometer naar het checkpoint waar de eerste twee duels mogen deelnemen aan de proef. Oh! Kom maar, hup, ga er maar in. De twee duels die te laat komen moeten terugkeren om rond het Baikalmeer naar Ulan-Ude te gaan. De deelnemers aan de proef mogen met een boot het meer oversteken en racen zo naar de finish. Zie je? Oké. Dat is Hans en Rani. Oh, ze greep helemaal naar de hoofd toen ze ons zag. Ja? Verdorie, ja, we mogen nog helemaal terug naar Irkoetsk als we daar toe komen en dat zag ik echt niet zitten. We moeten ze halen, hè? Omdat ze laatste in de rangschikking staan, zijn Renier en Klarinka ook als laatste team moeten vertrekken vanuit Irkoetsk. Ik hoop alleen dat hij een beetje doorrijdt. Maar na een uur race steken ze zelfs de leiders Jeske en Elias voor. Proef kunnen doen en moeten zien dat we echt eerst of tweede op dat eiland zijn. We moeten voor gaan, hè, jongen. We zullen wel kraken. Anders moeten we helemaal terug rond. Nee, probleem, droetje met die. Hans en Rani zijn er na een treinreis in de vorige etappe weer bij. Ze stranden samen met Jeske en Elias op eenzelfde splitsing van de hoofdweg. Probleem, doe eens today. Ik reed, probleem. Wie zijn dat dan? Volgens mij zijn het Hans en Rani. Oké. Okay. Pas al staan. Hey, Hans Rani, Storubli. Hans Rani, Storubli. Storubli en vodka. Maar ze laten ze er daar uit, wij zijn eerst hier. Ze worden er daar uitgelaten. Ilias en Jeske stonden daar ook, dus het kwam er echt wel op aan om elke auto die daar passeert echt wel te doen stoppen. Want passeren daar zeker en vast niet veel wagens. Dit is waar je het moet doen. Ja. Dit is waar het moet gebeuren. Die moet naar rechts komen. Oké, kom maar naar rechts. Catch hem, Rani, catch hem. Nee. Dag het niet. Rani had hem echt moeten stoppen, jong. Maar ja, jong Hans, weet je wel? Maar moet dat niet inzitten, is toch iedereen? Het is iedereen voor zijn eigen vanaf nu, hoe jammer dat ook is. Hans wou die eerste lift ook grijpen, maar ik had zoiets van... Kijk, Jeske en Elias staan daar eerst. Zij horen die eerste lift te hebben. En ik zou me niet goed gevoeld hebben mocht ik dan een eerste lift gehad hebben. Ja, die moeten echt, hè. Ja, ik weet het. Niet afreageren op mij, oké? Okay? In de eerste of tweede of derde etappe zit je nog vriendelijker voor de anderen en zit je daar ook rustiger in van, ah, doe maar, jullie waren hier eerst.
Ja, maar als het echt naar zijn einde begint te gaan en het passeert niet veel liften, komt er wel op aan. Hè. Ik reageer niet af, moet er gewoon... Damn. Godverdomme gaan. Het zijn zij of het zijn wij die naar huis mogen. Hè? En inderdaad, elke lift is belangrijk. Want Reinier en Klarinka staan even stil en worden alweer voorbijgestoken. Er komt een team voorbij. Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten we opschieten. Ja, maar ik zeg het alleen even. Doe niet zo idioot, hè? Reinier en Klarinka, dood. We zijn het. We zitten met z'n tienen erin. Bye-bye, Reinier en Klarinka. De enigen die niet meespelen voor een plaats in de proef zijn de tweeling. Want eerst moet de chauffeur zijn vriendin nog oppikken. Spel. Maar ja, maar ik heb zin om een keer ook een keer iets relaxend te doen. Hé, hey, we komen hier naar vandaan! Ver voor de tweeling is de strijd in volle gang. Hans en Rani. Waren nu de Klarinka. Dat was Hans en Rani. Hans en Rani. Tell him, it's very good that you passed him. We halen ze niet meer in, hoor. Jawel. Twee duo's mogen aan het Baikalmeer naar de proef op het eiland Olchom en moeten niet terugkeren naar Irkoetsk. Rechtdoor. Jeske en Elias liggen voorop. Hans en Rani zijn tweede. We zaten in een busje dat eigenlijk echt wel snel ging als de vlakke baan was. Als het omhoog ging, absoluut niet. En het is ook op zo'n punt dat Renier en Klarinka ons zo ingehaald hebben. Oké. Het was echt wel een raar gevoel, want we zijn echt die auto ook afstand nemen. 100 meter, 200 meter, 300 meter. We have to go faster. Bistrij. It's dangerous. Ja, oké. Goed gedaan, jochie. Wij zaten helemaal opgevouwen in die auto en we hadden echt zoiets van, nou, 100 rijden zo snel mogelijk, ook al zijn de paden heel slecht. Ja, en toen uiteindelijk hadden we hem zover dat hij ging inhalen. En toen zei hij hier ook letterlijk, nou, we gaan het redden. Wij gaan. Daar. We zien het meer al. We staan op dit moment 2. Dat betekent dat we meedoen aan de proef en niet alleen dat, maar dat we dus met Jeske en Elias weer vooraan staan. Oh, yeah. Yes. Okay. We made it. We finish first. Okay, dan. Ik vond het te gek dat ik als eerste aankwam. Ik was alleen bang dat Renier als tweede aan zou komen. Dat gun ik hem dan ook gewoon niet, daar ben ik heel eerlijk in. Ik gun die man helemaal niks meer hier in de Peking Express. We hebben het goed gemaakt vandaag. We wisten ook hè, dat we met een boot over zouden gaan en ja... Zeker die dag wilden we niet heel graag met Reinier op één boot zitten. Ja, die is goed driver. Maar het ging de rest op de kloof, maar niet. Ik was ook ons gewoon kortje te zien. Dit is nog niet helemaal niet zo'n slecht autootje. Wat gaan we nou doen, joh? Hé? Dit is de pont toch nog niet? Pont, een boot. Where's the boat? Ja, daar, boot. Hij wil alleen maar naar zijn vriendjes toe, schat. Ah, dit is echt weer onwijs irritant. We don't have time. Oh, the other one is right behind us. Come on. This is the finish. This is the finish. No, Jezus, wat is dit? Proficiat, jullie zijn de eerste en mogen overvaren naar het Boreat-eiland Olchom voor de proef. Okay. Er staat €10.000 op het spel. Oké. Hij moet schijten. Oh. Nou. Wat gaat hij doen? Dat kostte 5 minuten. Reinier, even komen alsjeblieft. Reinier die werd echt helemaal gek. Die begon te vloeken en die wilde die man geloof ik wel zijn hoofd eraf trekken. We hebben nog kans. Opschieten. Nee, we gaan niet meer haasten om die lul in te halen. Het is gevaarlijk. Ja. Hurry up. Ik word helemaal gek van jou, weet je. Nee, het gaat goed, joh. Ja, het gaat goed. Ik ben dan toch echt wel ontzettend gedreven om die chauffeur zover te krijgen dat hij... Dat hij doorrijdt. No, it goes quicker than before. Oh, alsjeblieft even opzeggen. Ik word helemaal scheidsziek van jou. Jongen. Zeg het dan nog eens. Dit is echt niet normaal, joh. Dennis, zet ons op die, anders niet geen verblijf dan.
Iger, Droet je die? Bistre. 100 meters. Road signs, no more than, no faster than. Zo'n kilometer. Het was echt stress niet te doen. Ik bleef maar achteruit kijken en op een bepaald moment hoor ik Rani roepen van ja, we zijn er, we zijn er. Go. I have to be very, very fast. Ik kwam het busje aan en ik zat er te kijken van oh mijn god, laat het hem niet zijn. Is het? Yes! Yes! Op tijd dan! En Rani stapte uit. En daar was ik zo verschrikkelijk blij om. Yes, hij moet in ieder geval terug naar Irkoets. Ik was zo blij dat Rani en Hans eraan kwamen. Oké, te gek. Dat obstakel hebben we dan uit de weg geruimd. Intekenen! Intekenen! Ja! Kijk dan! Ik had het gehoopt dat jullie het waren! Ah, Hans, Hans! We zijn twee! Nu zie je wel. Godverdomme. Wat? Ja. Zit je mij te duwen nu? Nee. Wat is er dan? Het komt omdat we moeten poepen. Jammer! Te laat! Ja, te laat. Te laat. En that's it. Meer gunde ik hem niet. Te laat! Geef niet, hoor. Wij kunnen wel tegen ons verlies. En toen stapte hij uit. Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig. Goed zo, oké. Okay. Dan ben ik gewoon een klootzak. Dan ben ik echt een klootzak. Maar opa zei altijd, boontje komt om zijn loontje. Ik ben erg benieuwd wie boontje eigenlijk is. Ik weet het wel, maar... Mensen die onsportief zijn, ja. Daar hebben wij minachting voor. Ja, nou ja, oké. Okay. Nou ja, weet je. Dankzij dit scheidhuis. Hij ineens, hè? Stop en wij, waarom? En dan zo'n vent die dan zo onvriendelijk is en naar. Hij heeft toch ook geen manier, hè? Ik zou niet graag in de schoenen van die Klerinka staan. Als, als niemand die graag heeft, is het absoluut niet plezant. En ik denk dat ik momenteel de enige ben die nog, iedereen hier nog een kans geeft. We zijn heel benieuwd wie Boontje is. Het Boontje. De uitbarsting van Elias, die heeft me echt behoorlijk geraakt. Daar schrok ik gewoon ook heel erg van. Hij wilde daar eigenlijk wat dat betreft zo snel mogelijk weg, want het was niet bepaald gezellig, de sfeer. Maar los daarvan dacht ik van nou, we zullen zeker nog wel even ons best doen en dit mannetje niet zomaar in de finale laten komen, want dat heeft hij niet verdiend. Ja, dat is goed geweest. Goed. Zometeen de strijd voor een extra amulet. Stijn, schat, kom op! Stijn! En ook echterlijke strijd. Alles, ik moet alles op jouw commando doen en dan hoe ik het zelf doe is altijd verkeerd. Ik word een grote lul als jij zo'n programma meedoet. Ah, Wesley, ik moet niet maar terug, verdomme. Ik heb geen moed mee stoppen. Fuck, hè! Oh my god, ik kan echt niet meer. Stop ermee, ik ga niet meer terug. Ik heb echt geen zin om terug te gaan. De tweeling komt als laatste aan bij het checkpoint voor de proef. Zij mogen net als Reinier en Klarinka niet met de boot over het Baikalmeer en moeten helemaal terugliften naar Irkoetsk om rond het meer naar de finish in Ulan-Ude te gaan. Ik heb geen zin om nog terug te gaan. Man. Kom op, man. Weet jij hoeveel kilometer we moeten teruggaan? Nee, denk ik echt niet. Dat is 600 kilometer waar we terug moeten. Hè? Ik heb alles daar al gezien. Nu moet ik terug die alles zien. En daar heb ik geen zin in. Ik heb zin om hier gewoon mooi over te steken en daar lekker een proef te doen. Weet jij hoe ver we terug moeten? Je moet in ieder geval een slaapplaats regelen. Zoek een slaapplek en ga morgen er tegenaan. En pak Klarinka. Reinier en Klarinka moeten ook terug. Ze wachten iets verder aan het meer totdat een lift zal vertrekken. En de sfeer is allesbehalve goed. Nee, sorry, dit was zo spannend. Dit hadden we gewoon moeten winnen. Ja, maar als het spannend is, wil dan nog niet zeggen dat je mij te pas op de onpas kan afbekken. Ik ben het echt meer dan zat nu, hoor. Af en toe ben ik erg gedreven bezig. En dat is dan niet helemaal gepast. Alles wat ik zeg is verkeerd. Ik word er echt helemaal niet goed van. Dat is helemaal niet waar. Maar ja, wel. Alles. Ik moet eerst gaan. Ik moet alles op jouw commando doen. En dan hoe ik het zelf doe, is altijd verkeerd. En dan krijg ik een grote bek over. Echt, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik word een grote lul als jij zo'n programma meedoet. Dan probeer ik dan later even mijn gedrag aan te passen. Wanneer de veerboot naar het eiland Olchon gaat, mogen alleen de duo's die deelnemen aan de proef mee. Ze worden ondergebracht in het vissersdorpje op het eiland. Oké. Okay. Spasiba. Victor, Hans, Rani, vodka? Malinka. Wat heb je niet meer? Nee? Ja? Ze stopt met drinken.
Hier in het vissersdorpje zullen de twee duo's moeten bewijzen of ze nu wel geschikt zijn voor het harde vissersleven. Morgenochtend heel vroeg gaan ze samen met mij uitvaren. Ze gaan ook proberen een paar vissen te vangen, die schoon te maken en waarschijnlijk voor het eerst in hun leven ook een vis proberen te pekelen. Roken ze naar vis? Ja, oh ja, kijk, dat is een visrokerijtje. Dat is zeker lekker gerookte vis. Ik denk ook wel dat we gerookte vis gaan eten. Dat zou ik best wel een goed plan vinden. Ik denk ook dat ik een helm op ga zetten hier in huis. Om 7 uur moeten de duo's die niet deelnemen aan de proef en rond het meer moeten liften, stoppen en een slaapplek zoeken. Struis, het zie. Heb je rugzak maar. Tom? Ja, ik dacht al, er is helemaal geen zin om het aan haar te vragen. Daar? Nee, er is helemaal geen zin, joh, ze loopt nu net vanuit het huis. Ja. Tam? Tam? Ja, kom maar, schat. We gaan even, kom. Ja, het heeft toch geen zin om iemand te dwingen om... Ja, je moet zoveel mogelijk dwingen. Kom maar, gaan we even aanbellen. Ik moet zus doen, ik moet zo doen, ik moet zo liften, ik moet zo kijken. Daar gaat hij vrij ver in en dat ben ik absoluut niet van hem gewend. Dat doet hij normaal helemaal niet, dus dat verbaast mij. En dat irriteert me ook een beetje, want ik ben absoluut niet iemand die zich laat sturen of de les laat lezen. Nou, zijn we alle huizen voorbij gelopen en nou mag het ineens op mijn manier. Nou, dat dacht ik dus niet. Ik heb al 10 keer dit gezegd, dit, en dan zeg jij nee. Hier is de deur, schat. Ja. Ben ik achterlijk of zo? Jezus, doe het lekker even zelf, joh. Fuck you. Doe maar open, doe maar open. Joeri en Wesley hebben besloten om bij het Baikalmeer te blijven en daar te overnachten. We waren moe, we hadden honger, alles erop en eraan. En eerlijk gezegd, we hadden geen zin meer. Totaal niet. Twee koppels zitten aan de overkant. En het andere koppel zijn ons misschien al 2 uur voorbij. We weten van, we halen dit gewoon niet meer. En daar banya? Banya, domme. Ja? Ik zeg maar sorry, want dit is wel heel asociaal. Je gaat gelijk met mijn banya praten. Nog gewoon lekker in de banya. Oh. En laat maar lekker zakken. Je schoenen uitgedaan en je vraagt dan naar de banya. Dat is toch echt wel asociaal. Nou, nee hoor. Passiva. How much people? Two people. Two people. Yes. Yes. Okay. Ah, Sasia, thank you. De broers belanden uiteindelijk op een zeer ongewone plek. We hebben daar leuke mensen leren kennen. We zijn daar op 5 minuten hebben we daar een slaapplaats gevonden. Midden in een, laat ons zeggen, girls summer camp. Het is goed, madame. Oké. Mooi. Can we get in? It's nice. Wow. Hey, we hebben ons eigen huisje, maat. Allee. Ik heb er vol gedronken. Ik vind het zo bizar dat het 3 weken geleden is. Want het, voor mijn het lijkt gevoel, heel lang. Ja. 3 maanden? Het gaat zo ik kan snel. Me niet meer heugen. Er is zoveel gebeurd dat in de komt tussentijd. Ook omdat je gewoon op 1 dag gewoon al zo verschrikkelijk veel te verwerken krijgt in die grijze massa. Mm-hmm. Dat je kan, ik weet het ook allemaal niet meer. Allemaal woordjes hebben we opgeschreven. Ja, ja. Pas Halstal. Kazan. Daar hebben we toen voor het eerst vodka gedronken. Eentje. En in die Sofgozen, of was het een Koolgoos? Koolgozen. Ja. Daar hebben we 2 vodka met gedronken. Tweeling was dat. En nu 3. Oké. Okay. Nog 1? Ja, de laatste. Maar ik ben al een beetje dronken. Пойдем, что расскажу. Вот тут ребята у нас сидят. Ребята приехали из Бельгии, они автостопом добираются уже с Москвы до Пекина. Вот где парни классные. И дайте им поаплодировать. Attenzione! Vrijdagavond tussen de meisjes van 9 tot 17 jaar staan dansen op de openluchtdiscotheek. We hebben daar handtekeningen moeten uitdelen, we hebben daar foto's moeten nemen, we hebben daar echt ons supergoed geamuseerd. We waren echt er terug 100% bovenop. Zo. Ja. Superdag achter de rug. Vol maan. Goed, ik heb jij, vodka. En Joeri en Wesley. En Renira Kladenka aan de overkant. Het zou wel tof zijn, moesten we een Peking eruit. En gewoon al om die finale te spelen. Hm? Mm-hmm. Ik
zou dat wel zien, joh. Ik zou dat echt wel zien. Ik zou de held vergeven als je het op die manier kunt zien. Ik heb nu pas het gevoel van, kijk, ik wil een Peking geraken. Rennie, maar dat is ook geen zonde. We zijn hier uiteindelijk gekomen om een spel mee te doen. En iedereen zou graag in Peking geraken. En ik denk dat dat het eerste doel moet zijn. Dat is lekker. Mm-hmm. Dat was dus 350 gram caviar, hè? Nee. Nee. Ik denk dat het gezond is, dus ik verwacht morgen dat het super fit aan de start staat. Mm-hmm. Van de proef. Gaan we slapen? Alright, let's go. Jury en Wesley zijn er weer helemaal bovenop en zijn extra vroeg opgestaan om nog een laatste blik op het Baikalmeer te werpen. Ja, dat is groot, jongens. Dat is het mooiste dat ik ooit van mijn leven gezien heb, zoiets. Ja, is echt mooi. Nu beseft eigenlijk dat je gewoon moet genieten van de mooie dingen en de slechte dingen moet vergeten. Ja, dat is zo. Dat is echt zo. Koester de mooie momenten. Je zou de uren moeten kunnen zitten en gewoon niks zeggen, zo, weet je. Om 8 uur mogen de twee duo's die niet deelnemen aan de proef opnieuw beginnen te liften. Bijnier probeert Klarinka op te monteren na de strubbelingen van de dag voordien. Kijk uit! Dat is een leuke. Hallo. Merci dan. Nee, niet te veel zuipen, hè? Oké, beste. Ga niet met zo'n oude mens zitten, hoor. Geen zin in. Ik ben door schade en schande wijs geworden, zou je kunnen zeggen. Bijnier heeft meerdere kanten die best wel tegengesteld kunnen zijn. Hij kan heel hard en direct zijn. Maar hij heeft ook een hele, hele zachte kant, een hele gevoelige kant. En met name ook een hele humoristische kant. Die mij het meeste aanspreekt. Ik kan ontzettend met hem lachen. Hij is eigenlijk best wel prettig gestoord, om het zo maar te zeggen. Ik heb zo het gevoel dat we leuk bezig zijn. Ik heb het ontzettend naar mijn zin met Klarinka. We doen de spanning is een beetje eraf. Dit is helemaal super. We go from we're from België. 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 Da? And we go from Moskou, Mongolië, Peking. De twee duo's die aan de proef deelnemen worden pas actief wanneer het dagelijkse vissersleven op het eiland Ogon al lang aan de gang is. Vandaag gaan jullie vissen op het Baikalmeer. Dat is de boot en haar bemanning. Die gaan ook straks voor jurylid spelen. En onder leiding van kapitein Victor gaan jullie vis moeten binnenhalen, schoonmaken en ook pekelen. Voor het eerst kan er in een proef ook een extra amulet gewonnen worden. De winnaars van Peking Express mogen die inruilen voor telkens €10.000. Alle teams die nog in de race zitten, hebben nog maar één amulet. Jeske en Elias en Rani en Hans kunnen hun prijzenpot dus verdubbelen als ze het meest geschikt worden bevonden voor het vissersleven aan het Baikalmeer. Een van de onderdelen van deze proef is zo snel mogelijk een visnet binnenhalen. Zo'n visnet is ongeveer 100 meter lang, dus jullie zullen serieus wat moeten sleuren. Dat gaan we elk om beurt doen, dus Jeske en Elias, jullie mogen beginnen omdat jullie hier als eerste waren. Ga maar aan de rand staan van de boot. Ik hou jullie tijd bij. Jeske en Elias, houden jullie klaar? Jullie tijd gaat nu in. Kom op, baby. Het is zwaar even, hoor. Wat omdat het nou warm is, hè? Ja. Houd het mijn jas niet aan had. Volgens mij is het ontzettend zwaar. Hans en Rani, jullie beurt. Ga maar op jullie plaatsen staan. Klaar. Start.
meer vis vangen, jongens. Wow, dat is niet normaal, jong. Kom aan, jongens. Kom, ja. Stop. Ja, is dat wel? Het is veel te traag. Heel goed gedaan van beide teams. Ik ga nog niet vertellen wat het resultaat was. Dat hoor je aan het eind van de proef. Maar het scheelde echt niet veel. Het was heel nipt. Dit is gedaan. Ondertussen zijn ook de andere twee duo's in volle strijd. Wat moet je? Is het oké? Ja? Ja, denk ik. Ja, Spasiba. Oké. We mogen in de bus. Ze moeten helemaal rond het Baikalmeer naar de finish in Ulan-Ude. En Reinier en Klarinka liggen duidelijk voorop. Doordat ze weinig tijd verliezen, kan een ontspannen Reinier zich 100% concentreren op Klarinka. We hebben altijd gezegd dat we aan het einde van de Peking Express zouden weten of wij bij elkaar horen, ja of nee. En, in de moeilijke situaties leer ik haar het beste kennen. En deze situaties hier zijn natuurlijk zo dermate zwaar dat je natuurlijk wel... dat dit de ultieme test is. Ja, op naar de volgende banja. Ja, dat gaan we vanavond weer even regelen. We hebben nog wat wodka en kaviaar over. Het lijkt me toch wel lekker om het op te gaan peuzelen. Vind je niet? Samen met het gastgezinnetje. Nou, dat heb ik wel zin in. Als dit goed afloopt, ja, dat... Nou, we hebben wel het plan om te trouwen als dit goed afloopt. Dus, Oké, voor het volgende onderdeel moeten jullie een vis schoonmaken en die achteraf ook pekelen. Je hoeft zeker niet snel te zijn, want je moet oppassen met die messen, want die zijn heel scherp. Het gaat ook niet om snelheid, maar wie het beste kan. Victor die gaat het jullie voordoen en achteraf gaat hij jullie ook beoordelen. Oh shit. Ugh. Hans. Ik ben niet zo leuk. Ik zie kijken, maar zolang dat ik het zelf niet hoef te doen. Ik denk dat ik hem al verkeerd doe, ik wist niet. Het vispekelen zal samen met het ophalen van de netten bepalen welk duo geschikt is voor het vissersleven. En een amulet van €10.000 wint. Ja, het oog wil ook wat, hè? Ja. Kijk, hier zit nog iets. Kom hier, kom hier. Ja. We gaan eens kijken wie Victor het meest geschikt vond voor het vissersleven. Victor, you can tell them who won. Spasiba. Wat een bikkel. Spasiba, Victor. Jullie waren sowieso het snelst met het binnenhalen van het net. Jullie hadden 2 minuten 10. Jullie 8 seconden meer, 2 minuten 18. Het scheelde echt niet veel. Maar jullie techniek was iets meer geschikt. Maar er is meer, want beide duo's mogen met dat luxe jacht wat daar ligt, naar de overkant van het Baikalmeer. En dan kunnen jullie van daaruit gewoon verder liften naar Ulan-Ude. En onthoud zeker, het koppel dat daar als eerste aankomt, wint dus ook weer de amulet. De twee duo's worden met een nachtelijke overtocht naar het dorpje Turka gebracht, van waaruit ze zullen verder liften.
De andere twee duo's die rond het Baikalmeer moeten, zijn al een heel stuk opgeschoten. Wanneer ze een slaapplaats moeten zoeken, liggen Reinier en Klarinka nog altijd voorop. Maar ja, daar is toch een stapje. 3, appetit. Let's go, let's go. Leuk, hè? Ik had niet de hele dag met Reinier en Klarinka op deze boot willen zitten. Ik ben heel blij dat jullie ons gezelschap zijn. Ik heb sowieso besloten om het niet meer over hem te hebben. Dus, nee, oké, okay, maar... Ik ben er klaar mee. Op de boot gaat Elias weer behoorlijk tekeer over Reinier, tot grote ergernis van Hans. Nu, ik heb op een bepaald moment met Reinier en Klarinka iets gehad. Ik heb het al 100 keer gezegd. Reinier heeft zijn excuses aangeboden. Excuses aanvaard. Ik hoop dat we met die 3 koppels ook gewoon Mongolië in gaan verder. Ja. Hij past er niet bij, hij hoort er niet tussen. Ik ben wel benieuwd naar vanavond. Ik heb trouwens niet dat die lekkere vis aan... Ja, was het aan marineren. Heerlijke vis aan het maken is. Ik hoop dat voor ons was. Ja, voilà. Hans probeert het onderwerp Reinier zoveel mogelijk te vermijden. Fijn, wat de broers bijvoorbeeld. Ik hoop echt dat ze goed slapen hebben en vandaag weer volle moed. Wauw, beautiful. Beautiful house. Wij zijn aangekomen bij een gezin die echt wel heel goed erin zat, zoals we zeggen bij ons. Ze hebben een wisselbare DVD-speler. Voor ons was dat een perfecte afsluiter voor Rusland. Wij hebben eerlijk gezegd elke dag bijna kunnen slapen in mooie plekken. Maar dit was echt wel extreem. Dit was een plek niet zoals de andere. Zullen we even een stukje doorlopen? Daar zie ik iets heel moois. Reinier en Klarinka blijven in een goede stemming. Ook al moeten ze tot laat een slaapplaats zoeken. Draagsmoedje, er komt een man in een badjas. Draagsmoedje, zijn bij een beurt. Televisie, oké. TV, oké. Wat problemen? We spat. Dan найдем что-нибудь. Spreken ze. Deutsch? Deutsch? Ja, ja. Ja, ja. Deutsch, ja. Ja? Du auch, ja. Du auch. Ja. Nou, butterbrood. Boterbrood. Ja, dit ging niet op deze vent. Oké. Okay. Oh, moet je spat? Oké. Okay. Willen we dit? Ja. Banya met saboetje. Banya, ja. Banya, nyam, nyam, chuk, chuk. Ja, 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 ja. Goed, ja. Ja. Zo. Da? Chuk. Водка. Вам водка. I have. Водка не очень, но если предложите, то не откажемся. Freundschaft. Of Freundschaft, oké. Ja, maar ik vind het helemaal niet leuk. Vind jij dit een fijne man? Ik vind het echt een onwijs. Dat is oké. Мастер спорта СССР. Ага. Борьба самбо, чудо. Wat is het paspoort laten zien? Paspoort. Ah, ja, da. Hoe was Jena? Hij is... Jena. Da? Hij is... Siem. Hij heeft 5 vrouwen, 7 vrouwen. Na, четверо. Четверо. И так это. Четверо и трое. Siem. Oké. Oké. Volgens mij ben je zo gek als een deur. Ik wil gewoon slapen, niet bij een of andere idiotjes die s'nachts Oké, we niet боитесь ничего. Россия никогда не обманет никого. Проходите. Hij zegt, kom maar binnen. Nee, цыгане останавливаются. Цыгане. Цыгане. Да. Слафен. Нормально. Шляхер. Шляфен. Шляфен. Да, шляфен. Да? Да, кипики. Только они чик-чик-чик сейчас на машинах ездят. Я даже рад, может, когда-то в телевидение выпустите, а? Я езжу. Ребята, может, телевидение выпустите? Проходите. Окей, давай. Простите. Ik vind het vertrouwd. Ja, ik vind het zeer vertrouwd. Mijn eerste indruk was dat die man niet fout was. Hij was zo overdonderd van onze aankomst. Dat die man die wist helemaal niet meer wat hem overkwam. Dotje, malachko. Ja. Deze man, ik weet niet wat het was, maar ik werd helemaal gek van hem. En ik vond hem ook naar. De hele sfeer bij dat huis, het voelde gewoon niet goed. Ah, daar heb je mevrouw. Ah, ik vind het echt niet leuk meer. Kunnen we echt niet nog weggaan? Want ik heb het hier helemaal niet meer zien. Het voelde gewoon niet goed. Ik voelde me bedreigd door die man. Omdat ik hem helemaal niet begreep. En hij kwam vrij agressief op mij over. Ik wist niet wat hij nou wilde en hij maakte allerlei gebaren waarvan ik dacht van, nee, niet fijn. Zo mooiste.
Ik zou ik wel... ben wel rustig, ja, maar ik wil gewoon slapen. Ik wil een bed en geen gezeik aan mijn hoofd. Ja, okay, ik zou even kijken wat we hier doen. Ik maak even zo'n beslissing. Ja. Bieten. We brauchen ein Bett, ja? Verstehen Sie das? Ein Bett, zusammen. Divan? Ein Divan. Of was Divan? Ein Divan. Spat? Moet je? Главное, мне, чтобы мутер, дамен, дамен. Да? Дамен, чтобы... Это, Лена, водичка там осталась, помните? Проводи ее. Дай полотенце. Thank you very much. Thank you. Mijn jongen is al lief. Hé? Zie super een tv, alles op een raam. Gedjet, divan. Потом divan, сперва помойся. Ja, hij zegt daarna het bed, maar waar wil hij ons laten slapen? Помойся, гайди. Ва, водичка тепленькая, бляненькая. Я знаю. Денечка, мы сучу, надо похлопать все. Я знаю, да. Ну, да, гедьет, Лена, проводи. Все, я хоу фамилию. Иди. Так, вот я. Пойди-ка, на, держи. На, держи. На, держи. Кипалки. Иди. Нет, ik wil полотенце. Ik heb geen никто не документ, никто не Ik was helemaal gek hier, sorry hoor. Klarenka die kon er bij het begin absoluut niet tegen. Die was doodmoe en die raakte helemaal haast in paniek. En ik heb daar ook gevraagd en geprobeerd om tot rustiger aan te doen. Ik wil niet in de banja, ik wil een bed. Oké, zapon je snel, zoals in je wat pak wordt. Ja, niet panimai hoor, ik word een beetje gek voor jou. Nee, Ruski, normaal. Rustig. Pamoes. Waar is de bed? Ivan. Ivan. Sperwa naar de banja. Pajdemte in banju. Nee, banja. Zavtra. Zavtra, wat? Надо помыться, вот баня, Russian баня. Yes, but I know. А потом? Я знаю, мы... Нет. А потом? Нет. 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 Нет баня. Daar, daar. Kom maar. Niet vergeten, die houdt even bij me. Even achter haar aan, want ik wil weg bij deze idioot. Het is werkelijk te gek voor woorden, die man. No problem. Voor ze het zelf in de gaten hebben, wordt er weer flink geruzie tussen Reinier en Klarenka. Ruzie! Ja, ik vind het allemaal heel leuk en aardig, maar ik vind dit echt gewoon drama. Sorry hoor, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is echt het ergste wat er is. Ja, het is dit is zo smerig, joh. Dit is zo onwijs smerig. Hoe zie je dat dan? Ik zie niks. Ach joh, moet je die vlekken zien. Ja, het is echt onwijs goor dit. Чем богатый? Het gaat valt wel mee. Чем богатый? Het valt wel mee. Почаще приезжайте к нам. Ну, хотя бы раз в годик, что ли. Мы бы с вами шпрехен. Ох, было бы хорошо. Zeker met slaapplaats zoeken is het inderdaad, zodat hij mij wat meer stuurt. Dus het valt me op en ik vind het ook niet inderdaad prettig. Zeker omdat je dan aan het einde van de dag ben je moe, dus dan ben je eerder geïrriteerd. Ja, ik vind het ongelooflijk hoe jij het altijd voor elkaar krijgt om de meest ranzige huizen te Oh, het is mijn schuld. Ja, ik... We kunnen ook zeggen dat... Je moeder heeft gebeld. Nou ja, je bent geweldig, jongen. Je bent hartstikke geweldig. Nee, maar ik zeker heb... thuis is zeker ook zo smerig bij. Nee hoor. Ja, dat is heel leuk, maar ik vind het gewoon niet leuk. Ja, wat moeten we doen? Ja, jezus. We gaan volgen jou weg de hele tijd. Niet dat huis, niet dat. Dus we gaan daarin, En we komen uit in een ellendehuis. Ik heb nog nooit zoiets slechts als dit gezien. Echt waar. En dan moeten we hier in dit bed met z'n tweeën gaan liggen. We kunnen hier gewoon... blijven slapen en dan gaan we morgen rond vroeg weer weg. Dat gaat er allemaal wel lukken, hè? 1, 2, 3, 4, 5, drrrr. Ah. Ja, koe. Стою и пошел. Мам, на сколько часы заводить? 8 часов. 8. 8 uur. На 8. На сколько подвести? Я на 7 поставлю себе. Мне на 7 нужно поставить. А им переведу, я вам переведу на 8. Я понимаю, спасибо. Все, окей. Все, окей. Zometeen, de sprint naar de finish. Welk duo pakt de amulet van 10.000 euro? Dag 3 van de laatste etappe in Rusland begint niet goed. Voor het eerst in 3 weken valt de regen met bakken uit de lucht. Reinier en Klarenka en de tweeling maken een natte start.
Maar in Turka, aan de andere kant van het Baikalmeer, waar de andere twee duo's zijn gedropt, schijnt volop de zon. Tosse? Ja. De teams starten van op dezelfde positie en tossen wie de beste plek krijgt. Ik wil kop. Kop. Ik ging sowieso op een moment gaan. Nou, dat komt mooi uit dan. Kop. Impressed. Wat we dan kunnen doen is gewoon, dan gaan wij anders hier bij het begin van de brug staan. Jullie aan de andere kant. Als wij ze laten lopen, kunnen jullie ze ook alsnog proberen. Ja. Mensen, weer succes. Jullie ook. Tot zo. Tot zo. Succes. Eerst als tweede, hè? Ja. Wordt eerst als tweede. Ja. Ik zie jullie in Ulaanodde. Ja. Ulaanodde. Hopelijk al zien en twin. We gaan ervoor. De duo's die de proef speelden, komen vanuit het noorden naar de finish in Ulaanodde. De andere twee komen rond het meer vanuit het westen. En verrassend genoeg zijn Reinier en Klarinka maar zo'n 280 kilometer van Ulaanodde verwijderd. Ze maken zonder het zelf te beseffen kans om mee te spelen voor de overwinning en de extra amulet. Maar zelf geloven ze niet echt in hun kansen. We dachten, die andere twee gaan met de pont over, die halen we niet meer in. Het is het belangrijkste dat we Yuri en Wesley niet voorbij laten gaan. Ja, we hadden dit wel heel snel te pakken, zeg. Mocht ook wel in dit weer. Nou, wel een hele mooie lift, zeg. Ja, ik durf het bijna nog niet te geloven, maar volgens mij gaat hij in één keer naar de eindbestemming. Kusje. Niet, hè? Yuri en Wesley spreken af om de beurt de regen te trotseren. We moeten hier allemaal zijn. Gelukkig is het gewoon weer. Vanuit het noorden hebben de duo's maar 210 kilometer af te leggen tot de finish in Ulaanodde. Maar hetzelfde weer. Hetzelfde van net. Oké, ja, dit wordt hem. Goed van Ulaanodde? Dat is niet heel handig, hè? Nee, daar hebben we niks aan. Nee, dat is niet heel handig. Oké. Is passeerbaar. Jiske en Elias weigeren de eerste lift, maar Hans en Rani denken daar anders over. Yes? Yes? Dat is passeerbaar. Oké. Ja, we gaan dat doen, toch? We zitten maar 5 of 10 kilometer verderop, maar het is toch dat, hè? Maar ja, het is juist een godsheid. Ik vind het gewoon ook goed om uit de buurt te zijn van een ander team. Want sowieso, wie dat ook is die daar staat, dat is gewoon niet leuk. Je kunt maar proberen. Dus heel goed gedacht, Hans. Het komt er voor de duo's op aan om op een plek te komen waar ze een rechtstreekse lift naar de finish kunnen vinden. Shit, dat is klein maat. Hans en Rani hebben een goede beslissing genomen. Waar ze afgezet worden, krijgen ze ook meteen een nieuwe lift. Hey, om 2 uur zijn we daar, zeg. Hun concurrenten aan de kop van de rangschikking geraken maar niet weg. En ook met de rechtstreekse lift van Reinier en Klarinka zijn er problemen. Oké. Godverdomme, die vindt hij deze lekker door. Hij moet hier een uur stoppen of zo en dan gaat hij weer verder. Jij gaat nu toch ook jouw bijdrage leveren? Dat doe ik wel. Peking Express heeft Ulaanodde bereikt, de laatste stop in Rusland. Hier, bij het grootste Leninhoofd uit de voormalige Sovjet-Unie, wacht ik op de 4 duo's die morgen de Mongoolse grens moeten oversteken. De winnaar pakt niet alleen de etappe, maar ook de amulet ter waarde van 10.000 euro. Een uurtje gestaan daar. Ja, het was heel moeilijk. We doen ons best, baby, en we zien het wel. Absoluut. Als het lot ons gunstig gezind is. Ja. Oké. Dat hebben we toch nog snel, relatief snel gedaan. Het mag alleen wel wat harder. Hij brengt ons wel rechtstreeks bij de eindbestemming. In het busje van Hans en Rani is de gedroogde vis en vodka bovengehaald. Rani, wij zijn als grond zat. Ik zit al aan mijn schoot. Komt dan bij mij zitten. Oké, zeg eens snel, hè. Goeiemorgentje, bistreeën. Kom op, kom. Time, hè. Pazaltje, time. Tijgra, race.
Om 1 uur liggen Hans en Rani en Reinier en Klarinka duidelijk voorop. Beiden hebben een lift die rechtstreeks naar de finish gaat. Maar Hans en Rani dringen niet echt aan op snelheid. Ah, ze spuugt op mij. Wist niet dat ze graag heeft. Ah. Wat niet gezegd kan worden van Reinier en Klarinka. Iedereen haalt ons in. Daar, kan het, daar. Alles stop. Vazelste. Vazelste, stop. Pistreën. Pistreën. Moesje? Palitsa, Palitsa. Palitsa. Ja, Palitsa. Ja? Ah. Ah. Maar sommige dingen kunnen zelfs zij niet veranderen. Die politieagenten die stralen uit alsof ze God zijn hier. Alsof ze alle macht hebben. Ze gaat naar baan. Het gezelschap van Hans en Rani moet nu dringend plassen. Hans, nu moeten we echt doen, want ik wil geen auto's achter ons zien. Dat hadden we absoluut niet verwacht. En dan nog daarnaast het hele gebeuren met Elias. En ja, dan waardeer je die overwinning extra, denk ik. Het houdt namelijk ook in dat jullie een amulet krijgen. Dankjewel. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Nou, hartelijk dank. Bedankt. Zo, dat is goed, gaaf. Hè? Dankje. Jongen, jongen, jongen. Yes! Ah, te laat. En boontje komt om zijn loontje. Nou ja, dat is nu voor Elias natuurlijk eventjes confronterend dat nu weer de rollen even omgekeerd zijn. Te laat, te laat. Wie zei dat? Ja, dat weet iedereen, schat. Precies. Helemaal niet te laat. Boontje komt om zijn loontje. Ja, ik zei al. Wie boontje komt boontje? Om zijn loontje. Precies. Dit onthouden we. Om 2 uur wordt de race stilgelegd en de duo's die de finish niet haalden worden opgepikt door de bezemwagen. Welkom allemaal. Dit was de laatste etappe in Rusland. Klarinka en Reinier, gefeliciteerd. Jullie winnen deze etappe. Jullie pakken de 8 punten en de amulet ter waarde van 10.000 euro. Later zijn Hans en Rani hier toegekomen en dan hebben we om 2 uur de race stilgelegd. We gaan eens kijken waar de anderen op dat moment zaten. Je ziet een duidelijk verschil. Ja, Jeske en Elias, 81 kilometer verwijderd van Ulan-Ude. Wesley en Juri, jullie waren 242 kilometer van Ulan-Ude. Jullie krijgen 2 punten. En wat houdt dat in voor de algemene rangschikking? Laten we eens even gaan kijken. Juri en Wesley, jullie kelderen van de tweede naar de laatste plaats. En Jeske en Elias, jullie blijven bovenaan met 2 punten verschil ten opzichte van Rani en Hans. Ook wat betreft het aantal amuletten staan Jeske en Elias voorop. Ze hebben er net als Klarinka en Reinier 2. We gaan naar Mongolië. Ja, het wordt fysiek zwaar. Het is een uitputtingsslag eigenlijk. En psychisch gaat het ook zwaar wegen. Elias, jij hebt een beetje voorzien op Reinier. Nou, dat is voortgekomen uit het feit dat Reinier het op momenten dat ik het lastig heb voorzien heeft op mij. En dat is meestal op het moment dat de mensen dus naar huis gestuurd worden. Als dan op het moment dat die mensen eruit gaan, daarop geanticipeerd wordt en daar ja, grapjes of wat dan ook over gemaakt wordt, dan kan ik behoorlijk fel worden. Ja, dat klopt. Maar ik zie nu in dat zo'n stukje psychologische oorlogsvoering er blijkbaar bij hoort. En ik kan me er niet op instellen. Reinier, voel jij die rivaliteit ook zo? Nou, ik zie er even een iets ander daglicht. Helaas zijn alle aantijgingen in dit geval zijn dus uit een boze. Want Klarinka en ik gaan met de hele groep erg goed om. En het is niet zo dat in de periode van de Peking Express dat we nou in één keer elkaar moeten zoenen en aflebberen. Zo zie ik dat niet. Het is toch een competitie, een strijd. Een psychologische oorlogsvoering. Hoort dat bij het spel, vind jij? Of? Nou, ik vind dat sommige mensen erg emotioneel zijn, zoals Elias. Die kan toch de spanning niet helemaal de baas. En dan moet je toch wel voorzichtig mee zijn. Dat hij zegt dat ik de spanningen niet aan kan, dat is onzin. Dat is niet het verhaal. Zoals gezegd, we gaan naar Mongolië. Nou, ik denk dat spanning genoeg zal opleveren. We zien jullie in Mongolië. Oké. Bedankt. Humolé
wegwezen kan ernstige gevolgen hebben. Emma! In de volgende etappe gaat het naar het serene boeddhistische Mongolië. Maar dan barst de bom. Je gaat niet in zo'n complot mee met één been. Don't give me that fucking bullshit, Hans. Oké? Okay? Ik stond er niet met één been in jij, hoor. Met je hypocriete gedoe. Ja. Ik kan best wel grijpen dat Rani niet meer tegen die kop van je aan kan kijken. Echt. Kom. Ze wil je na Peking Express niet meer zien, joh. Je moet je ogen uit de kop schrammen, ja. Dat komt gewoon niet leuk. Eén duo moet de race verlaten, maar ze zijn allen strijdlustiger. Ik krijg echt moordneigingen.